Jongens en meisjes, er is van alles gebeurd en gemaakt. Bijvoorbeeld een 1 keer abonnee play button. We gingen een auto versieren met duizend. En dan zou je jezelf misschien afvragen, maar Bob, wat is dan het nut achter deze video? Ik heb nog 2 weken school, 2 weken examens, we echt helemaal. Maar daarna heb ik dus kei lang vakantie. Ik heb dus idee nodig die wij kunnen gaan beunen in de zomervakantie. Wil ik dus samen jullie vragen, hebben jullie misschien ideeën die ik kan gaan beunen? Aankomende 2 weken komen dus amper video's online, alleen nog 1 drone video. En een andere video waar echt kei en kei veel tijd al in zit. En ja, die moeten dus ook nog samen opnemen. Ja jongens, wat willen jullie zien dat ik gebeurde? Dat is eigenlijk gewoon. En ja, ik heb dus ook nog heel veel spullen ervoor. Misschien kan het jullie op een idee brengen, weet je wel, of zo. Dus jongens, let's go. En ja jongens, voor de mensen die mijn setup nog niet kennen, dit is mijn setup. Met mijn dikke PC. 3 beeldschermen met een televisie ervoor met zwarte zijkant, webcam weet je wel, luidsprekertjes aan de muur en een Corsair toetsenbord. Dit zijn dus die spullen die wij misschien kunnen gebruiken. Hier een of andere lamp, 230 volt. Hier van alle andere ledslangen van de Tracani trouwens. 1000 kerstlichtjes die ik ooit op een auto heb geplaatst en heb gehangen. En dan hebben we hier een doos vol met computeronderdelen met... Voedingen, harde schijven. Vraag me niet hoe ik eraan kom, maar ik kom eraan. Hier een hoop ventilators heb ik trouwens ook nog. SATA-kabels, data-kabels. Gare luidsprekertjes, van alles en nog wat. Een rolletje duct tape, al ooit 950 meter aan duct tape. Heb het opgemaakt, CW en ik. Hebben er dikke creaties van gebouwd. Dan hier zeg maar 4 beeldschermen, hier eentje. Dit is trouwens nog van de Tracani, die zullen misschien mensen nog wel herkennen. Hier een beeldscherm. Misschien kunnen we er iets mee doen, de ultimate beeldschermwal of zo. Zeg maar, waar kunnen we ze neerhangen? 2 luidsprekertjes, ik heb er trouwens nog veel meer. En hier iets van een bedieningspaneel of zo, zeg het maar. Ik kan er van alles mee doen. En hieronder nog een kleine PC, garen beun, misschien kunnen we er iets mee doen. Laat maar weten. Een kerstboom. Misschien kunnen we er ook wat mee doen. Ik heb geen flauw idee waar je er misschien mee kunt doen. Laat me weten. Misschien heeft iemand een idee. Misschien kunnen we wel een random winkelwagen ompimpen tot de ultimate kerstwinkelwagen pimpen misschien. Op zich, daarvan mag. Als jullie dus ideeën hebben wat ik kan gaan beunen. Of ja, wat willen jullie zien dat ik ga beunen in de zomervakantie. En heeft hem ook de naam Project Zomervakantie. Want ja, iedereen leeft uit naar de zomervakantie. En weet je wel. En als je dan begint met zomervakantie hebt... Dan heb je tijd genoeg, dan ben je gewoon gaan meunen. Kom maar af, kijk naar de video. Woensdag komt er waarschijnlijk een drone video aan. En die zondag komt er waarschijnlijk een andere video aan die echt en echt sick is. En dan komt er 2 weken niks, want ik zit zelfs zeg maar midden in mijn examens. En dat is helemaal kloten. Daarna komen dus de beunprojecties aan, jongens. Dus jongens, allemaal af, kijk naar de video. Als je ideeën hebt, weet je wel, zet het onder in de reacties. Mag alles zijn. Maar ik bepaal dan ook zeg maar of het er wel überhaupt komt of dat het überhaupt te doen is. Maar waarschijnlijk wel jongens, dus jongens, allemaal dan kijk naar de video. En zou ik zeggen van tot woensdag bij een nieuwe video, tot zondag bij een nieuwe video, dan 2 weken niks zoals ik al zei. En dat wordt mooi.